zo. Dat is echt ongelooflijk. Ik heb sowieso nooit meegemaakt. Ik zette de boel direct op stelte blijkbaar. Dylan dacht dat de film alleen maar leuk zou zijn. Maar het zou rampzalig voor hem af kunnen lopen. Wat bedoel je? Nou, is gewoon om het een beetje spannend te maken. Er gaat niks gebeuren. Ik merkte dat ik niet meer op reis durfde en niet meer in het openbaar vervoer durfde. Als ik naar Amsterdam ging en ik zat in de tram, werd ik meteen heel naar. Ja, het is ook echt wel moeilijk en je schaamt je er ook voor. Maar we willen juist dat de kijkers ook aanvoelen van joh, je hoeft je niet meer te schamen voor dit soort dingen. Het taboe moet er vanaf. Hey mensen! Wat leuk dat jullie er allemaal zijn. We hebben geen microfoon. Ja, in het begin dacht ik echt, er is iets mis met mijn lichaam. Er is iets fout, er zit iets. En toen ja, heb ik toch moeten toegeven, oké, laten we kijken of het psychisch is. En dat bleek het uiteindelijk te zijn. Hey mensen! Stichting Durf te Vragen is een feit. Omdat wij zo'n bereik hebben op YouTube de laatste tijd, vonden wij dat wij iets moesten gaan betekenen. Was erbij. Ik heb anorexia gehad en ik heb in 2012 echt een half jaar in een kliniek gezeten daarvoor. Anorexia. Ik had allemaal meisjes wel gezien in films en ik dacht, dat ben ik toch niet? Ja, wij zijn zelf natuurlijk helemaal geen hulpverleners. We hebben daar geen verstand van, niet voor gestudeerd. Het enige wat Dylan en ik zijn ervaringsdeskundigen. En wij hopen met ons verhaal jongeren te inspireren om die eerste stap te zetten. We hebben zeker wel mensen met verstand in onze stichting. Een psycholoog en een kinderarts. En zij geven ons zeker adviezen. Dat is natuurlijk een beetje de vraag, waarom is er zo'n groot taboe op psychische stoornissen? Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet en dat proberen wij dus te doorbreken, want het is helemaal niet zo gek. Alsjeblieft. Zoveel mensen kampen ermee, dus het is denk ik juist goed dat je er vooruit komt. Als je eenmaal door hebt dat je het hebt en inderdaad het accepteert, het erkent, dat het dan stukken beter gaat. En dat je, als je in behandeling gaat, het ook veel sneller beter gaat. Als je het blijft ontkennen, dan wordt het alleen maar erger. Echt ja, ik ben sprakeloos. Jullie zijn allemaal geweldig. Applausje voor jullie zelf. Echt.